weer bij een nieuwe video. Zoals je aan de titel kan zien, gaan we vandaag wat leuks doen. En dat doen wij omdat je misschien vast wel door hebt gehad dat we momenteel goed in de herfst zitten. Het regent op dit moment en daar zijn wij niet zo heel erg blij mee. Herfst is zeker niet ons favoriete seizoen. Dat is toch echt wel de zomer, denk ik. En die is dus nu helaas voorbij. En we dachten, ja, we moeten onszelf even opvrolijken. We hadden heel erg veel zin om te shoppen, dus dat zijn we gaan doen. We hebben het alleen iets anders aangepakt dan dat we normaal zouden doen. We zijn namelijk gaan shoppen voor elkaar. In deze video nemen we jullie mee op onze shoppingtrip die we online hebben gedaan. Dus ik heb een outfit voor Tara uitgekozen. En Tara heeft een outfit voor mij uitgekozen. En ze hebben gedaan via de webshop ASOS. En dat is niet gesponsord, maar het is gewoon een hele fijne webshop waar ze keiveel aanbod hebben. En ze zijn ook lekker snel. Dus ja, we hebben ook dus vastgelegd hoe we dat hebben gedaan. En dat ga je dus nu te zien krijgen. Nou, ik ben begonnen met shoppen voor Larissa en mijn ervaring met ASOS is dat ik alles leuk vind, maar daardoor de boom het bos ook vaak niet zie. Maar nu shop ik voor een ander, dus ik denk dat het wel iets makkelijker is. Ik heb al best wel wat dingetjes gevonden waarvan ik dacht, dit is mogelijk leuk. En ik weet eigenlijk nog helemaal niet welke richting ik op wil gaan met de outfit. Ik ben gewoon eerst mijn favorieten aan het selecteren en dan kijk ik wel wat ik leuk vind. Dit is een hele leuke fluffy trui met wijde mouwen. Misschien is het iets meer voor mezelf. En dit is een gebreide jurk. En ik vind een sweater dress wel heel erg leuk voor Larissa. Maar ik kan nog niet de juiste vinden. Toen zag ik net deze jas. Die vond ik wel heel erg mooi, maar goed. Ja, ik moet eigenlijk gewoon eerst een outfit vinden. En daarna pas de rest. Dus ja, ik vind het eigenlijk best wel moeilijk. Ik ga nu eventjes kijken op Monki, Weekday en Missguided. Want ik denk dat dat wel merken zijn waarin ik wat kan vinden. Oh my god. Ik ben echt al zo lang bezig nu met het uitzoeken van een outfit. Ik ken Larissa heel erg goed. Dus ik weet precies wat ze niet wil. En ik zag heel veel dingen die ik zelf wilde. Maar niet per se dingen die Larissa zou willen. Dus ik vond het nog best wel lastig. Ik zag echt een paar dingen waarvan ik dacht, hey, daar kan ik misschien wat mee. Zoals deze sweatrop met gekruiste open achterkant. Echt iets voor Larissa dit. Dit vond ik ook echt een broekje voor haar. Maar ook wel net iets te hoog en niet echt heel sexy. Dus deze wil ik niet uitkiezen. Zag ik op een gegeven moment deze trui. En die vond ik ook gewoon heel lekker. Jaren 90, een beetje retro. Maar het is hier eigenlijk net niet iets voor Larissa. Dus ja, wat ik heb gekozen is uiteindelijk heel erg anders dan wat ik nu laat zien. Heel erg Larissa, denk ik. Dus ik hoop dat ze het leuk vindt. En ik hoop dat ze het ook wel een beetje bijzonder vindt. Maar het is niet... Ja, ik weet niet. Ik heb eigenlijk twee opties. Ik moet even gaan kijken. Ga ik het safe spelen? Ga ik het lastig spelen? Nou ja, het komt goed. Ik ga bestellen. En dan zie ik jullie weer terug als het binnen is. Zo, ik heb mijn laptop. Oh, mijn kabel valt eruit. Een kopje thee. Voor Tara zat ik dus te denken om een jeans te doen. En ik dacht aan een straight jeans, want die heeft ze volgens mij nog niet. Deze ziet er bijvoorbeeld heel erg mooi uit. €45. Dus dat is ook een prima prijs. Oké, ik heb twee paar jeans in mijn mandje gedaan. Dus daar ga ik straks nog eventjes uit kiezen. Ik denk dat ik gewoon eerst ga kijken voor een vest. Want dat vind ik misschien iets leuker met een leuk t-shirtje dan als ik alleen voor een trui ga. En ik denk dat dat in het budget ook wel moet lukken. Maar het is denk ik wel tricky. Want ik weet niet 100% zeker wat ze nou wel en niet leuk vindt. We gaan door naar de t-shirts. Want het lijkt me heel erg leuk om echt zo'n toffe graphic tee eronder te doen. Misschien een bandshirt of... iets een beetje in de richting, een beetje zo vintage look. En ik denk dat ik een beetje voor wit, grijs of zwart wil gaan. Maar dan wel met een gekleurde print erop. Kijk, dit zoek ik een beetje. Dit is een cropped shirt. Oh, dat kan trouwens ook wel heel erg leuk zijn natuurlijk met die broek die high-waisted is. Ik twijfel of het echt Tara is. Maar het zou wel heel erg leuk kunnen zijn en gewoon misschien even iets nieuws. Oké, we zijn dus bij de schoenen aangekomen. En dat is echt een super lastig onderdeel. Want ik weet dat Tara daar heel erg kritisch over is. En schoenen zijn toch wel het grootste gedeelte, denk ik, van het budget. Dus ik zit nu net even te kijken bij Fila. Dat is een merk waar ze al één paar schoenen van heeft. Volgens mij is het een beetje een soort van beige kleur. En ze vindt ze echt super lekker zitten. En ik weet dat ze eigenlijk ook een andere kleur zou willen hebben. Ik denk dat het wit is. Die zijn dus hier €110,99, €111. Wordt wel heel erg krap in het budget. Gooi ze gewoon even in de winkelmand. Dan heb ik ze in ieder geval heel eventjes gereserveerd. Zo, het is inmiddels alweer even verder. Ik heb mijn laatste accessoires in de mand gedaan. Ik zit nu op een totaal van €246,93.
En ik denk dat ik het gewoon hierbij hou. Ik hoop dat ze het leuk vindt. Dus ik ga dit nu afrekenen. En dan zien jullie zelf wat Tana ervan vond. En wat ik natuurlijk heb geshopt. Want ik heb niet alles laten zien in deze stukjes. Nou, we hebben maandag besteld. En het is donderdag binnengekomen. Het is dus een doos en een zak. Ja. Maar allebei heel erg groot. Ik zat een beetje te kijken naar Larissa's pakket van wat heb je besteld? Waarom is het zo groot dat het in een doos moet komen? Dus dit is een doos met items die voor Tara zijn. Ik ben heel benieuwd wat je ervan gaat vinden. Er komt meteen het bovenste pakket. Het is meteen heel groot. Ja, ik ben heel erg benieuwd of Larissa een outfit heeft gekozen die ze zelf wel heel erg leuk vond. Of die wat meer bij mij past. Dit is wel heel lekker zacht. Nee? Ik weet niet. Hij ziet er lekker uit. Maar het is wel een beetje... Ik weet niet zeker of ik zo'n vest snel zou kiezen. Want ik ben niet zo'n vestjesdrager. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat hij iets groter zou zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe het is als je hem aandoet. Maar we hadden het laatst over vesten. Dus... En dat ik er geen één heb. Ja. Dus op zich, hij voelt wel echt lekker zacht. Oké, volgende item. Oké. Het ziet er wel goed uit. Dit is een denim broek, zo te zien. Het is een modelletje. Dit ziet er mooi uit. Is het een straight model? Ja. Mooi. En aan de onderkant is gerafeld. Oké. Okay. Ja, het is iets gerafelder als ik zag op de website eigenlijk. Toen was hij wat minder gerafeld, maar dit kan op zich ook wel. Ja, ik voel dit wel. Het komt nu allemaal samen. Is dit een leuk t-shirt? Oké. Ik snap nu welke richting we opgaan met de outfits. Ik denk dat het wel echt heel erg leuk is. Oh, zo. Ik deed dit, want ik dacht hij moet nog uitvouwen. Het is een crop top. Ja, het is een crop top. Hij is leuk, ja. Ik vind hem heel leuk. Hij is heel leuk, ja. Oké, ik voel dit wel. Ja, je hebt heel veel spullen. Okay. Ik ben goed in shoppen. Oeh. Ja, kijk, ik weet dat je draagt volgens mij niet zo heel vaak riemen. Nee, nooit. Maar het is ook een beetje van... Ik ben je een beetje aan het sturen van misschien is het gewoon leuk om het maar af te maken. Misschien is het beter als je toch wat accessoires gaat dragen. Maar ik dacht wel van dat je deze heel stoer zou vinden. Deze is leuk. Doet een beetje denken aan een piercing of zo. Very nice. Oké. Ik voel hier Tara 2000. Ja. 2000, wat zou het zijn? 2015 terugkomen. Maar het is zo. Zeg maar herfst. Dan gaat het gewoon in één keer regenen. Dan ontploft je haar. En ik hoor het daar altijd over. Mijn haar zit niet. Dus dit is zeg maar de muts die je opdoet. Die je altijd in je tas hebt. Als je haar niet zit, knal je gewoon die muts op. Zacht. En dan... Oh ja. Hij is heel beetje zacht. Beetje zelfs zo stof als die vest. Maar dit is wel, zeg maar, vroeger waren we helemaal into de beanies. Deze is de wat kortere hipster beanie. Ja, want ik dacht dat jij zo'n andere, die dus wat hoger is, dat je die niet leuk vindt. Dus ja, die tijden zijn geweest, jongens. Ja, dus dit is gewoon echt zo'n basic beanie, hoop ik. Ik ben benieuwd. Dus ik wil geen gezeur dan op mijn haar zit niet, want dan kan je je beanie opzetten. Oké, dit is toch weer wat zomers, maar toch ook weer herfstig. Omdat dit zwart is. Leuk, ja. Hij is vierkant ook. Ja, en Tara die heeft van de zomer ook haar rietentasje heel vaak gedragen. Dus daarom dacht ik, nou, dan vind je deze misschien ook wel heel erg leuk. En deze is gewoon wel net wat wintersje inderdaad. Maar wat voor schoenen? Ik denk, bij deze outfit, laarsjes of sneakers? Hele grote sneakers of hele grote laarsjes? Het moet chunky zijn eigenlijk. Oh, oké. Fans, ook een goeie. Dit zijn jouw eigen favorieten. Wel, ik moest even lachen, want ik... Haal ze uit de doos en denk, ja, je wil me gewoon je favoriete schoen geven. Het is ook een van jouw favoriete schoenen in het model. Ja, klopt. Maar deze witte. Ik heb deze witte niet. Heb je deze niet? Nee. Oké, nou, goed. Ja, ik heb ze in leer, klopt. Maar oké. Niet helemaal. Ja. Dan is het nu tijd voor jouw outfit. Ik ben heel erg benieuwd wat je van vindt. Het eerste item is een basic wit shirt, volgens mij. Ik hou inderdaad wel van een heel goed wit T-shirt. Hij moest ook wel een klein beetje fitted zijn voor de outfit. Oh. Oeh, ik weet het niet. Ik zie zwart met witte, zeg je dat? Stiksels. Witte stiksels. Is het een tuinbroek? Het is een jump, beide jumpsuit. Oh, wat van die cut-outs aan de zijkant. Dat is wel cute, denk ik. Ik dacht, dit is een risicootje. Ja, ik denk niet dat ik deze net zelf zou uit hebben gezocht. Maar het voelt wel heel erg lekker. Het is echt een soort van joggingstofje. Oh ja. Ik moet zeggen dat ik een hele andere stof had verwacht. Op een of andere manier denim. Maar ik heb hem niet echt heel erg verdiept in de stoffen. Ik zag hem. Ik dacht, jij gaat hier sowieso er goed in uitzien. Misschien iets anders dan jezelf zou kiezen. Maar ik wilde expres iets minder veilig gaan of zo. Ja, maar toch zwart. Maar toch veilig. Ja. Dus. Oh, dat komt heel stom over nu. Boobies!
Wow, is die helemaal. Boobs all the way. Ja, het is eigenlijk gewoon een tote bag. Omdat ik heel graag een tas wilde toevoegen. Maar ik had geen budget meer over. En het is super handig. Oké, dus we hadden afgesproken dat we een complete outfit zouden shoppen. Eventueel een jas, maar het was geen must. Maar ik wilde heel graag een jas toevoegen. Wow. Ik ben benieuwd. Het was ook een beetje spannend. Maar hij zag er wel heel cool uit. Dus. Hij voelt al echt super lekker aan. Lekker warm en dik. En dit is echt een herfstkleur. Ja. Dit, ik ben heel benieuwd. Ik ben bang dat het mij ik echt zie niet... de twijfel gewoon. Ja, want ik denk bij echt... alles. Ja. Ik denk dat deze hele outfit misschien jou beter gaat staan. Nee. Maar het voelt wel echt heel erg lekker. Ben je klaar voor de schoenen? Ja. Wat denk je dat voor schoenen zijn? Ik zag het merk niet. Oh! Dus je kan eigenlijk al gokken. Ja, maar dit ben jij gewoon. Oké, okay, misschien zou ik de hele outfit de zelf pitten. Ook kunnen... Wow. Taar, weet je zeker dat je deze outfit voor mij hebt gekozen? Ik zit er nu ook naar te kijken en denk, of oh. Probeer nu van mij een kopie van jou te maken. Het lijkt het wel een beetje op, ja. Maar ik zat wel een beetje te denken van, dit gaat gewoon goed komen. De sneakers, de Villa sneakers. Serena is helemaal los, of helemaal gek op. Tara is helemaal gek op. En blijkbaar vinden ze dat ik het ook eens moet proberen. Ik denk dat het echt een hele stoere outfit wordt. Hij is zeg maar stoer, wauw leuk. Grote jasje, chunkies. Oké, okay, het is wel echt heel erg mij. Ik heb echt eigenlijk een outfit geshopt voor mezelf en die ga ik op jou zetten. Ja. Het komt. Ik weet zeker dat je helemaal verkocht bent en dat je het alsnog leuk vindt. Alrighty. Hele outfit. Ben zo terug. Dit is toch leuk? Ik vind het heel leuk. Ik moet het wel een beetje wennen of zo. Waaraan? Ja, weet niet. Ja, ik zou, ik zou iets meer zeg maar, blote enkel willen zien. Dus dan zou ik misschien dat broekje iets meer oprollen. Oh, daar ben ik. Ja. Ik keek in de spiegel en ik dacht, mijn eerste gedachte was... Dit is echt een Larissa outfit. Of zo. Dus het shirt en de broek. En toen kreeg ik het vest en de muts aan doen. Toen dacht ik, dit is heel erg... Van zoveel jaar geleden. Ja, en super urban outfitters of zo. Ja, op heel zich wel. De muts is echt weer zoals van vorig jaar. Ik vind het leuk. Dat shirt ook. Die broek is die broek high-waisted en dan die riem. Hij is net iets groot, maar hij is wel een hele mooie broek. Maar hij is eigenlijk net een maatje te groot. Dus ja. Niet voor maatje klein, net klein wordt. Maar broek is heel mooi. Hij is wel inderdaad heel lang. Maar ik denk dat in het najaar dat wel heel prettig kan zijn. Ja, ik heb wel expres een wat langere lengtemaat gedaan voor jou. Echt? Maar ze hadden geen maat kleine ook. Die was uitverkocht. Dus ik had gegokt op deze. Dat is wel heel erg goed. En wat vinden we van de vest situatie? Vest vind ik wel leuk. Ik weet niet zeker of ik 100% fan ben of zo. Omdat ik er toch wel heel snel zo'n bepaalde look van krijg. En een muts weet ik het ook niet zeker. Want ik ben nog helemaal niet klaar voor de herfst. Ja, maar ik denk dat als ik moet kiezen, dan vind ik het shirt en de broek. En de schoenen natuurlijk vind ik echt wel heel erg chill. Ja. Dus wat voor cijfer zou je dit geven als je moet kiezen tussen 0, zeg maar 1 tot en met 10? Een 8. Wat, ja, vind je goed of niet? Ja, ik wil netjes. Ja, je hebt hem heel goed gedaan. Alright. Ik ben heel benieuwd hoe ik eruit zie. Nou, dit is ook wel een goede winterse herfst outfit. Ja! Ja, dat is leuk toch? Vind je het leuk? Ja, ik zie het. Ik lijk een beetje op jou. Jee! Echt? Ja, vind je het leuk? Ik vind dit. Goed! Ik kijk in de spiegel en denk, oh nee, ik ben Natara. Zo. Ja. Lekker jasje. Ja, die jas is echt wel... Ik moet het toegeven, want je zei net ook. Ik heb het ook gevoel alsof ik uit de Urban Outfitters kom stappen. Dat is ook gewoon de stijl waar we Ja, die jas is echt precies zo. En het is echt wel een super comfortabel dingetje. En hij heeft zakjes wat echt super chill is. Dus het is wel een perfecte herfstlook, vind ik. Maar wat vind je van de schoenen bijvoorbeeld? En dan de combinatie met dit... Ja, met dit pak vind ik het echt super leuk. En ik moet zeggen dat dit pak ook heel goed op het juiste moment stopt. Waardoor je een beetje enkel hebt. En dan de chunky shoes eronder. Dus ik vind het wel allemaal heel erg goed matchen. Ook met de jas. Alleen deze niet zo. No. Maar dit is wel zo van... Hey,
Zero waste grocery shopping. Ja, het is herfst en ik heb toch nog plezier en fun, want ik heb Tito op mijn dak staan. Dus, wat zijn je favoriete items van deze outfit? Wat vind je niet leuk? Ik denk dat mijn favoriete item vind ik lastig, want de t-shirt is super goed. Het is een basic mooi wit shirt, dus ik kan natuurlijk nooit meer fout gaan. Sneakers zitten super comfortabel en zijn leuk. En de jas vind ik ook wel echt super mooi zitten. Al is het misschien niet een kleur die ik persoonlijk zou nemen, want ik zou misschien gewoon voor veilig zwart gaan. Maar het is wel echt een hele mooie herfstkleur. En de playsuit? Ik hou niet heel erg van dat hij van die opvallende witte stiksels heeft. Dus, wat voor cijfer zou je hem geven? Ik denk jou ook een 8 geef. Nou, wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd welke van de twee outfits jij meer bij jou vindt passen. Bijvoorbeeld, voor welke stijl zou jij willen gaan deze herfst? Ik moet zeggen, dit was ook meteen de eerste keer dat ik er weer over na heb gedacht. Van, oh, de herfst komt eraan. Wat voor stijl ga ik nemen? Heb ik nog dingetjes nodig in mijn kast? Dus ik vond het wel heel erg leuk om te zien. En ik vond het heel grappig dat toch onze stijlen... Ze complimenteren elkaar, ja. Maar ze zijn toch wel heel erg anders of zo. Ja, want we dachten altijd dat we echt een beetje dezelfde stijl hebben. We kunnen ook super goed met elkaar shoppen, omdat we heel erg elkaar stijl snappen. Ja. Maar het is toch inderdaad wel heel erg anders, uiteindelijk. Nou, nu weet ik al meteen een comment die jullie misschien willen gaan achterlaten. En dat is, wat hebben jullie gehouden en wat ga je terugsturen? Ik denk... dat ik de crop top wel hou. Die vond ik super vet. Mm-hmm. En de broek vind ik heel mooi. Maar hij is eigenlijk net een maatje groter. Dus ik hem toch liever weg doe. Of weer terugstuur bedoel ik eigenlijk. In mijn geval, ik denk dat alle items retour gaan. Maar niet gewoon omdat ik het niet leuk vind. Maar het is meer van, ik denk niet dat ik ze heel vaak zou gaan dragen. Bijvoorbeeld de Fila sneakers vind ik wel echt super leuk. Maar ik weet van mezelf dat ik uiteindelijk toch naar iets smallere schoenen eigenlijk de laatste tijd krijg. Nu gaat iedereen typen, je moet de Fila's houden. Ja. Oh my god. We zullen in de beschrijving alle linkjes naar alle items die we dus in deze shoplog lookbook video hebben laten zien. Die staan daar. Dus heb je iets van, ik wil het ook shoppen. Ik wil ook deze looks hebben. Dat snap ik helemaal als je dat wilt. Je vindt het allemaal dus in de beschrijving. En ik ben ook wel heel erg benieuwd van, hebben jullie best geshopt voor elkaar voor een vriendin? Want ik shop ook wel heel goed met een vriendinnetje. Maar ik heb eigenlijk nog nooit een complete outfit voor haar uitgekozen. En ik denk dat het ook nog wel lastig zou zijn. Dus laat even achter in de comments als jij nog een keertje wil shoppen voor een vriendin. En dus ook nogmaals, welke van de twee outfits jij het leukst vond. Nou, vond je deze video ook leuk? Vergeet zeker niet om een duimpje omhoog achter te laten. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En heb je dat wel gedaan? Druk ook zeker eventjes dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent van onze nieuwe uploads. Nou, we hopen dat je het weer leuk vond. En we zien je graag terug in de volgende video. Doei! Doei.